Hoi iedereen, welkom. Ik ben Leni en in deze video ga ik het thema relaties nog een keertje bekijken. We hebben intussen de volle maan, de energie van de volle maan is volop aanwezig. Alles wordt uitgebalanceerd. Ik heb er net een stukje over geschreven via de community en via mijn Facebookgroep. Alles mag in die gelijkheid komen. Gelijkwaardigheid, een soort van evenwicht, oprechtheid ook, heel erg belangrijk. Het is alsof licht en donker enorm van elkaar gescheiden worden en alles wat niet in balans is, alles wat niet in evenwicht is, in situaties, in relaties, dat gewoon niet kan verder bestaan. Nu, dat is iets wat 2 maanden terug zelfs ook al eens naar voren kwam in een bepaalde reading. Zeker als het gaat om relaties. Dat we onszelf met de ander gaan verbinden. Niet dat we heel veel gaan verwachten, maar alles wat we geven van onszelf, dat willen we ook zien in de ander. Dat willen we ook voelen van de ander. Dus ik ben zeer benieuwd wat er in deze kaartjes, door deze kaartjes naar voren gaat komen. Dit is het orakel van wijsheid. Door velen gevraagd om nog een keertje een relatiereading te doen. Dus geef me zeker een likeje als je vaker een reading wil op deze manier. Want dit is puur relaties, hoe we ons verbinden met de ander. Dat kan zijn in liefdesrelaties, maar ook familierelaties, werkrelaties, vriendschappen. Hoe we gewoon met de ander omgaan in onze samenleving, in onze maatschappij. Eerst even 3 kaartjes. Allereerste kaart. Kijk eens aan, yang-energie. Willen gaan ondernemen. Dit geeft mij ook het gevoel dat we nieuwe dingen willen gaan opzoeken. Ook nieuwe mensen uiteraard. Dat we meer op zielsniveau contact willen maken. Ook al is dit een heel mannelijke energie. Ik heb heel sterk de indruk dat er vanuit die mannelijke energie, dat wij zelf, vanuit onze hogere mannelijke energie, toch klaar zijn om een diepere verbinding aan te gaan. No place like home. We willen ons echt thuis voelen. We willen ons thuis voelen bij de ander, of we willen op zijn minst onszelf kunnen zijn bij de ander. Ik krijg trouwens hier onderaan de dek, clean it up. Dus we willen kom afmaken met bepaalde zaken, alles wat er niet meer thuis hoort, wat ons inderdaad geen thuisgevoel geeft. Dat mag opgeruimd worden, dat mag grote schoonmaak blijkbaar in de maand september. Een 3e kaart, exchanging gifts. Het is een kaart die heel vaak naar voren komt en ik dacht ook in de vorige reading, relatiereading. Toen kwam deze vooraan te liggen, denk ik. Dus wat deze kaarten voor mij aangeven, is dat we meer gaan ondernemen. Dat we meer vanuit onze mannelijke energie meer die verbinding gaan zoeken. Dat we vooral ons aangetrokken gaan voelen tot dingen, mensen, plaatsen die ons een fijn gevoel geven waar we onszelf kunnen zijn. En het uitwisselen. Het uitwisselen van iets wat ik in het begin van de video dus zei. Dus dat we gaan voelen dat we iets willen geven. Het komt ook vanuit ons hart. Het is iets wat we in liefde willen delen. Maar ook omdat we voelen dat de ander ervoor open staat. Ik heb de indruk dat er heel wat kan veranderen. Dat er wel relaties kunnen blijven bestaan. Zeker en vast. Maar alleen maar als die verwachtingen worden verlegd of worden aan kant geschoven, zodanig dat er ruimte komt voor het uitwisselen. Het doet me een beetje denken aan een samenwerking of toch twee mensen die elkaar zien als gelijken, of 2 partijen, dat kan ook, die elkaar zien als gelijken, die elkaar ook op een gelijkwaardige manier behandelen. Gewoon de mens zien. Dat is wat ik vooral bij deze kaart kreeg. Op zielsniveau. De ziel, de mens zien. Meer op gevoel. Niet meer zo zakelijk.
een beetje ja, je verbonden willen voelen met de ander. Ook al gaat het misschien om een zakelijk contact of via werk. Je wil je toch ergens verbonden voelen. Je wil je thuis voelen. Je wil je goed voelen. Je wil ook erkend worden. Lijken me allemaal heel logische dingen. Nu ga ik even kijken via de Arcanum Tarot. Even het recente verleden. Waar komen we vandaan? Allereerste kaart. De twee van zwaarden. Omgekeerd. Dus we stappen uit dat conflict dat we hebben gehad met onszelf. We stoppen met eindeloos nadenken. We zijn bereid om ons open te stellen. Zeer positief eigenlijk. Ik ga de camera een klein beetje verlichten. Het beeld een beetje verlichten. Hopelijk is de kaart een beetje duidelijk. Want deze vrouw is geblinddoekt. Houdt deze twee zwaarden voor het hart. Dus dat wil zeggen dat we nu uit het rationele stappen, dat we die zwaarden weghalen en zeggen, ja, ik wil mij openstellen. Deze kaart geeft voor mij ook aan dat we ergens komaf maken met karmische stukken. Dat we niet langer ergens in een cyclus willen blijven hangen, iets wat zich constant herhaalt. Dat is blijkbaar al gebeurd. Dus we hebben ons al meer opengesteld. We waren bereid om de dingen te zien zoals ze waren. Even een kaartje voor het heden, torenenergie. Bepaalde dingen die een beetje overhoop worden gehaald, zoals daarnet, clean it up, schoonmaak, terug naar de basis. Nu, zoals ik daarnet zei, het kan zijn dat bestaande relaties, bestaande contacten, dat die blijven bestaan, dat die blijven doorgaan. Het is alsof dat we helemaal terug naar de basis moeten. Van wat verbindt ons nu? En kunnen we opnieuw iets opbouwen? Kunnen we vanuit een nieuwe energie verder gaan? Of maken we een einde aan de relatie en zoeken we nieuwe contacten op? Zijn we klaar om verder te gaan? Want dat is de zegenwagen. Het zwarte en het witte paard staat hier voor mij, voor yin en yang, het evenwicht, wat ik in het begin ook al aanhaalde. Het uitbalanceren, het in balans brengen van dingen. En alleen als dat evenwicht aanwezig is, dan kunnen we verder gaan. We willen blijkbaar ook verder gaan. We willen op een andere manier in onze relaties gaan staan. En als dat niet gebeurt, dan maken we daar blijkbaar toch een einde aan. Of laten we dat achter ons. Dus die torenenergie vind ik eigenlijk behoorlijk positief, omdat dat aangeeft dat we bereid zijn om te gaan voelen waar de fundering zit in een relatie. Wat is de basis van de relatie of het contact dat we hebben met de ander? Wat verbindt ons in de kern? En kunnen we iets opbouwen? Dus we gaan blijkbaar geen relaties meer aan of contacten meer aan die misschien tijdelijk zijn of waarbij we niet het gevoel hebben dat we daar iets stabiels kunnen uithalen op langere termijn. Dus die vind ik wel een zeer grote verandering eigenlijk. Even kijken waar dit ons heen brengt. Dit is de keizer in omgekeerde positie. Dus die mannelijke energie die nog wat ontbreekt, maar ik krijg wel onderaan de dek. Kracht. 8 uit de grote arcana. Dus deze kaart zegt dat het vanuit de mannelijke energie ons nog wat kan ontbreken om helemaal in het leven te gaan staan. In ons leven te gaan staan, zoals ik het eerder vandaag heb geschreven. Ons leven is heel erg belangrijk en het zou kunnen zijn dat sommige relaties nu beëindigd worden omdat we dat mogen voelen, dat we eerst ons eigen leven mogen hebben. En dat we dan automatisch mensen gaan ontmoeten die daarbij passen. Die gewoon een mooie aanvulling zijn. Hetgene wat we al hebben. En dat vooral onze kracht is. Dat we eerst onze eigen kracht mogen nog gaan ontdekken. Na de volle maan, misschien naar de nieuwe maan binnen 2 weken toe. Dat we nog een beetje op zoek mogen gaan naar onze eigen kracht. En als bepaalde zaken tot een einde komen, als we terug worden gebracht naar onze eigen basis. Want
De relatie met onszelf, hè, staat symbool voor alle relaties die we hebben, hè, met anderen. Of hoe we ons opstellen ten opzichte van anderen. Hè. Hoe we onszelf behandelen, zo gaan we ook de ander behandelen. Of gaan we ervoor zorgen dat de ander ons gaat behandelen zoals wij onszelf... zoals wij onszelf gedragen. Hier komt zoveel naar boven. Ik heb de indruk dat we ons heel erg zijn gaan openstellen de afgelopen weken. Dat we eigenlijk ook in bepaalde zaken geen zin meer hadden. Zo van, oké, laat maar, het is genoeg geweest. En dat dat een beetje voor een torenmoment zorgt op dit, met deze volle maan. Omdat er heel veel wordt, een beetje wordt afgebroken. Maar net om ons te laten zien wat ons voedt, wat ons een goed gevoel geeft. En dat we ons ook bewust worden van de connectie die we hebben met onszelf. En vooral omdat we nu leren om onszelf beter te behandelen. Om onszelf misschien toch op de eerste plaats te zetten. Zoals die keizer die weer controle neemt over zijn eigen leven. Dat we dat eerst mogen voelen. Dat we eerst opnieuw die kracht mogen voelen. Het zorgen voor onszelf. Stevig staan. Hè? Die leeuwenpoort heeft daar waarschijnlijk voor gezorgd dat die energie nu heel sterk naar voorkomt. Dat we eerst voor onszelf zorgen, de relatie met onszelf. En dat dat voor grote veranderingen gaat zorgen. Dat we sommige relaties wel gaan verder zetten. Als we deze een beetje een andere vorm kunnen geven of dat we vanuit deze energie kunnen verder gaan. Dat we ons eerst gewoon thuis kunnen voelen. Het is alsof dat we toch nog altijd relaties hebben proberen in stand te houden waarin we ons niet konden ontspannen. Waarin we ons nog steeds anders hebben voorgedaan. En dat we nu klaar zijn om op een heel speelse, fijne, vriendelijke manier verder te gaan. In alle rust. 2 en 7 is 9 is voor mij ook een vorm van herstel. Een nieuwe energie. Wij die een beetje worden uitgedaagd, die ook mensen kunnen gaan ontmoeten die we op het eerste zicht misschien niet in ons leven zouden toelaten, omdat het zijn, mensen zijn met een andere levensstijl of gewoon op een andere manier in het leven staan of omdat we ons verschillend voelen van de ander, omdat we daar nu steeds meer voor gaan openstaan. En net doordat we veel meer met onszelf in contact staan. En dan kom ik terug op dat stukje op zielsniveau. Wat zorgt ervoor dat we nu behoefte hebben aan verandering? Waarom voelen bepaalde relaties niet meer correct? Ook al kunnen we onze vinger daar niet op leggen. Wel, omdat we in de eerste plaats niet 100% nog niet... 100% ons eigen leven kunnen leiden. En dat het eigenlijk heel erg belangrijk is dat de ander gewoon naast ons komt staan. Dat we eerst zorgen voor onze eigen kracht, ons eigen leven. En dat we dan gaan voelen dat die mensen die naast ons komen staan, die ons steunen in dat stukje, daar vooral ook die mannelijke energie, dat we van daaruit relaties opnieuw gaan opbouwen of nieuwe contacten gaan zoeken. Ik ga eens kijken naar de algemene energie. En hier krijgen we de priester, priesteres, de wijze. Degene die de wijsheid in zich draagt voor velen, de kaart van het huwelijk. Nu een priester, het is meer het spirituele. Dus dat kan ook staan voor een spirituele verbinding. Maar het geeft voor mij aan dat op dit moment het nog altijd heel sterk naar voren komt dat het gekende geven en nemen nog altijd niet in evenwicht is in onze relaties. En het kan zijn dat we onszelf eerst voldoende mogen geven voor we ons focussen op de ander, voor we ons compleet verbinden met de ander. En dit is onze uitdaging, de 6 van staven. Dit is eigenlijk een overwinning. Het is
Alsof dat we alle stress en spanning en alles wat ons nerveus heeft gemaakt in relaties, alles wat ons het gevoel heeft gegeven dat we heel erg ons best moesten doen om een relatie staande te houden of om dingen gaande te houden, dat we het gevoel soms ook hadden dat de ander aan ons trok, dat we heel veel van onze energie hebben weggegeven. Dat is onze uitdaging, om daar boven te gaan staan en te zeggen, nee, ik neem die ene staaf in de hand, boven die 5 andere staven, en ik ga van daaruit verder. Dus deze reading geeft voor mij steeds meer aan, hoe meer kaarten ik trek, dat het belangrijk is dat we eerst voor onszelf zorgen. Dat we eerst boven al die stress en spanning gaan staan. Dat we die conflicten die eerder hebben plaatsgevonden, of discussies of oneenigheden, dat we even gaan kijken in hoeverre dat nodig was, in hoeverre dat ons heeft verder gebracht en of het niet tijd is om daarin verder te gaan, dat we dat gaan overwinnen, dat we ons daar niet meer laten in meetrekken. En zeker met deze kaart, dit is de huidige energie, we gaan meer spirituele verbindingen aan, op een hoger niveau, vanuit een hogere energie. Ik ben dus zeer benieuwd wat de volgende video vanuit de zielsconnectie naar voren gaat brengen natuurlijk. Want dit wil zeggen dat we, wat ik hier ook al had bij die eerste kaart, die mannelijke energie komt heel sterk naar voren, maar toch, we willen, we voelen onze eigen ziel steeds meer, of waar wij behoefte aan hebben. Ik mag dat woord eigenlijk niet gebruiken, maar wat wij werkelijk willen, wat ons krachtig maakt, dat voelen we heel sterk. Maar we voelen ook welke zielen vooral, welke energieën, gelijk zijn, waar we onszelf in herkennen. En dan gaan we merken dat alles wat ons nerveus maakt, dat eigenlijk niet resoneert met onze eigen energie. Ik ga eens kijken, nog in een paar kaartjes, waar de energie ons uiteindelijk heen wil, of wat een beetje onze uitdaging is voor de komende weken. Eerste kaart. De maan in omgekeerde positie, dat wil zeggen dat er heel veel aan het licht gaat komen, heel veel duidelijk gaat worden. Leugens kunnen niet meer, onwaarheden, alles wat verborgen is gehouden, dat gaat nog naar boven komen. Wauw, wees daar zeker niet bang van. Dit is trouwens ook voor mij geen kaart die een angst aangeeft. Maar wij die eindelijk klaar zijn om te zien hoe het werkelijk in elkaar zit. En dan gaan wij zelf beslissen of we daar nog verder mee gaan. Een tweede kaart. Schildknaap van zwaarden. Heel voorzichtig nog wel, maar wel onze eigen waarheid spreken. Dit kan staan voor nieuwe contacten of mensen die we misschien een tijdje niet hebben gehoord, die heel voorzichtig contact met ons gaan zoeken. Dit is nog geen pure stevige aarde-energie, maar wel een voorzichtig contact. Het zou kunnen zijn als en dan ga ik even naar de hogere verbindingen, de zielsverbindingen. Dat er heel veel aan het licht komt, dat heel veel mensen zich bewust worden van die hogere connecties. Maar dat het niet altijd makkelijk is om terug contact te maken met de ander. En dat er door een heel voorzichtig contact even wordt gepolst hoe de ander daar nog in staat of de ander nog bereikbaar is. En eventjes een derde kaart hierbij nog. Oké, hier krijg ik ook nog eens de ridder van zwaarden, maar in omgekeerde positie. Dus dat wil zeggen een heel intens contact. We willen duidelijk geen discussies meer. Deze twee kaarten geven voor mij wel aan dat er heel veel dingen nog mogen uitgepraat worden. Dat het eindelijk tijd is ook voor de waarheid. Dingen die duidelijk mogen worden uitgesproken, gesprekken die mogen plaatsvinden, vooraleer als er een contact terug mag worden vernieuwd, dat een gesprek duidelijk moet kunnen zijn. Het is alsof we zoeken naar antwoorden, dat we duidelijkheid willen, we willen de waarheid weten, dingen mogen worden uitgesproken. En dat het daardoor belangrijk is om het niet overhaast te doen, dat het contact ook niet te snel mag verlopen, dat we onze tijd mogen nemen.
Wij willen antwoorden, ook de ander wil antwoorden. Dus het is tijd van, ja, even recht toe, recht aan. Waarom wil ik jou in mijn leven? Waarom wil jij mij in jouw leven? Wat voel jij? Wat zit er onder de oppervlakte? Wat drijft jou? Of wat heeft jou in het verleden aangezet om mij op te zoeken? Of hoe zijn wij onze relatie, ons contact begonnen? Daar heel duidelijk en open in willen en durven zijn. Maar ik heb ook sterk de indruk dat er in relaties waar er net geen openheid is geweest of waar dingen verborgen zijn gehouden, dat net ook naar boven gaat kunnen komen. Dat daar wel gesprekken kunnen plaatsvinden, maar dat het misschien wat moeilijk zal zijn om daar dan uiteindelijk duidelijkheid in te krijgen. Dat we gaan voelen bij sommige mensen in sommige relaties dat het niet mogelijk is om een helder, duidelijk, eerlijk en open gesprek te voeren. Ik hoop dat het voor jullie een beetje duidelijk is. Het verschil tussen relaties die wat troebel zijn geweest, waar dingen wat verborgen zijn gehouden, dat er toch nog een poging zal worden ondernomen om te praten, om dingen een beetje duidelijk te krijgen, maar dat we gaan merken dat er toch iets mist, waardoor er niet helemaal verder kan worden gegaan. En dat er dan net weer contacten kunnen hernieuwd worden, hersteld worden. En dat er dan duidelijke antwoorden zullen moeten komen vooraleer we verder kunnen gaan. Maar dat dat wel mogelijk is. En dat zeg ik vooral omdat deze kaart hier aanwezig is. En ook de twee van zwaarden omgekeerd. Dus we zijn bereid om ons open te stellen als het puur vanuit ons hart klopt. Als het de antwoorden die we krijgen of de gesprekken die plaatsvinden, als die goed voelen, als dat bij ons hart iets, als dat ons aanraakt op een fijne manier, als dat ons raakt in ons hart en als we voelen dat dat klopt. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben, een beetje een kortere reading. Laat me gerust weten op welke manier dit voor jou klopt. Want die torenenergie wil toch zeggen dat we terugkeren naar de basis. Opnieuw iets willen een kans geven. Maar dat het vooral zal afhangen van de gesprekken en de antwoorden die we krijgen. En in hoeverre die antwoorden kloppen met wat wij voelen en wat wij willen. Wat wij vooral willen in ons leven en op welke manier wij verder willen. Oké. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Nogmaals, geef me een like als je deze relatiereading misschien iets uitgebreider in de toekomst graag terug wil zien. En ja, laat zeker ook een opmerking achter als je jezelf hierin herkent of iets wilt toevoegen, uiteraard. Nu, ik wens jullie nog een hele fijne volle maan. Zorg goed voor jezelf. In de eerste plaats, zorg goed voor jezelf, hoe jij je voelt in je eigen leven. En dan zie ik jullie graag terug in een volgende video. Tot heel snel. Dag.